En ik ga ze nu binnenroepen. Ja. De volledige cast. En het zijn bijna alle mensen die we vorig jaar ook hadden. En dat waren weer eigenlijk bijna alle mensen die het oorspronkelijk gespeeld hebben. Dat was ook een bizar cadeautje. Een reunie. En tegelijkertijd ook weer een totaal nieuw iets. Dat is wat het moet. Theater moet altijd nieuw zijn. En ook deze voorstelling wordt toch weer totaal nieuw. Met de oude mensen, met een paar nieuwe erin. U herkent veel gezichten, twee nieuwe gezichten, in ieder geval Roberto de Groot en Robert Messelaar. Welkom. Zij springen in. Twee mensen die helaas niet kunnen, die moesten zo nodig een andere snabbel doen. De Ashton Brothers, geloof ik, eentje. En ik weet niet waar die andere uithangt. We missen nog iemand, we missen nog twee mensen. We missen nog iemand en dat is Wim van der Driessen. En dat is omdat we de pech hadden dat Annie M. G. Schmid zo'n ontzettend succes is. Dat wordt doorgespeeld en daar zit Wim in, naast Simone Kleinsma. Die kan er dus bij ons niet bij zijn, maar we hebben een waardige, zeer waardige vervanger gevonden in de figuur van Tony Neef. En er is nog één iemand die, maar die ga ik jullie straks interesseren. Ja. Tony, ik vind het wel te gek dat je dit gaat doen. Ik ook. Ja, dit is, ik moest een werksessie doen met hem en dan neemt hij dat op een videobandje. Dat is gewoon een auditie hoor. Maar stuurt hij dat stiekem naar Oostenrijk? Nou, dan ben ik goedgekeurd. Dan is ik blij mee. Ja, super blij mee. Eindelijk gaan we weer eens iets door. Ja, 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 ja. Ja. Je had een beetje een lastig jaartje. Ja, wist wel. Maar goed. Maar het is een kluif van de rol. Ken je het dan een beetje? 80%, 75%. Ik heb gisteren een werksessie gehad met Rosiet. Leuk. Ik vind het heel moeilijk, want het is de verteller van het verhaal en hij breekt in het verhaal. Ja. Dat je denkt, waar komt die doos ook dan vandaan? Ja. Ik vind het heel knap wat Wim van der Driessen heeft gedaan. Ja. Maar ik ga mezelf ontzettend drillen. Ik ga het erin stampen, zodat als het eerste concept is, dat ik niks anders kan. Nee, dat moet ook. Want je stuurt het spel aan, dus je kan er niet achteraan lopen. Dat is precies wat je beschrijft. Jij spoort het aan. Precies. Je duwt het voort en je duwt haar eigenlijk de afgrond in. Dat is wat behoorlijk, ja. Ik vermoord haar ook. Ja. Ja. Omdat iemand niet kwam opdagen. Ja. Ken je die man van diegene die... Ja, de prins. Nou, wij gaan ook zorgen. Ik ga je achter je vodden zitten. Ja, ik weet het. Ik ken het van Zonneveld natuurlijk nog. Hè. Ja. Doet het goed hoor. Ik vind het erg leuk. Nee, ik vind het echt ik ben heel blij. En ook jullie ook. Super. Dan rest mij nog één iemand te introduceren. Nee, op te roepen. En daarvoor geloof ik dat jullie je moeten omdraaien, want ze komt van de andere kant. En dames en heren, de ster van de show, Pia Douwens.